John van Geen uit Apeldoorn wil van jou weten of je nog wel eens naar Harry Mens kijkt. Harry Mens. Iedere avond, meestal mijn zondag staat als volle gepland. Ik zet dan het saunaatje aan en dan ga ik even in de sauna. Ochtends al? Nee, half twaalf s'avonds. En dan ben ik uit, dus kom ik uit de sauna, dan pak ik een whiskytje en dan, ja, dan is mijn weekend, dat de kers op de taart is Harry Mens. Ja, dat is de kers op de taart. Omdat het is zo kult. Dan zit daar een man, die betaalt daar 15.000 of 20.000 euro om te mogen zitten. En die doet dan iedere week de wijn van de week. Ja. En dan zet hij hem neer, dan zegt hij, nou Harry, dat is een wijn uit Haiti. En prima afdronken heeft hij. En dan gaat Harry... Heerlijk. Ja, maar hij kan niet zeggen kut. Nee. Want dan komt die vent nooit meer voor die 20.000 euro natuurlijk. Nee. En dat is zo, dat zit ik zo te genieten, weet je wel. Gisteren zat er ook weer andere mannen mee. En Harry zijn dochter doet altijd, die gaat dan naar een park. Ja. Naar een park. En dan krijg je dit soort gesprekjes. Ja, dat is ook geweldig dit. Ja, inderdaad. Het is een prachtige locatie. We zitten hier midden in het Planken Wambuis. Een prachtige natuur, grenzend aan de Hoge Veluwe. Een prachtige locatie, hè? Midden in het bos. Ja, fantastische locatie. Zoals we hier prachtig in deze natuur staan, is uniek. Een prachtige zandverstuiving met fantastische flora en fauna. Ja, prachtige vogeltjes die je hier de hele dag hoort fluiten. Dus we hebben een prachtige horeca, de houtzagerij. We hebben prachtige natuuraccommodaties. Daarnaast hebben we natuurlijk de prachtige natuurvoorzieningen zoals het Krullenmullen. En we hebben ook prachtige buitenspeelfaciliteiten. Een prachtige zandverstuiving! Ja. En ook prachtige vogels die fluiten. Wat een onzin is dat, hè? Dat is zo'n onzin. En dat heeft de partij geld gekost. Ja, ook goed man dit. Ja. We hebben ook prachtige vogels die fluiten. Ja. We hebben prachtige onderbroeken, maar dat zeggen we er ook niet. Geweldig allemaal. Er is een man die daar ook alles van weet. Die heeft zijn eigen programma, betaalt hij ook zelf. Ja, prachtig blad. Nog goed, blad. Ja, komt weer een Harry Mens. Harry Mens, ja. Nou, die kan dus echt gewoon... Ik heb begrepen dat ze krijgen nou een 13e maand extra of zo. Waarom, wat denk jij? Hey, gaat dan naar Harry moet antwoord geven, ik niet. Ja, Willem die is onwrikbaar. Maar goed, ik ga ze in volgorde maar behandelen dan. Johan Derksen, de snor. Ja, fantastisch dat je dat op jouw dag nog kan opbrengen. Willem, blijf even zitten. Waarom? Ja, maar dan ga ik even die snor beginnen en dan ga jij weg. Dat vind ik lullig voor die snor. Ga nou even zitten. Nee, maar ik heb er niks mee te maken. Ja, maar ga nou even zitten, want doe dat dan bij Hans Kraaij, als ik straks je Hans Kraaij behandel. Hij is ook doof. Nou, Willem, die wil niks. Johan, sorry, ja, Willem, op de een of andere manier... Zou ik eens een keer langs gaan bij hem met een bosje bloemen of zo? Want hij heeft ook een jubileum gehad en toen was je er niet. Dus Willem heeft nou ook geen zin om jou te feliciteren. En die wil voor het gené, ja, Willem zegt hij kan goed karaoke spelen. Maar voor de rest, over de voetbal kan hij ook niks vertellen. Dus Willem is gewoon weg. En René van der Gijp, ja, lieve man, maar Willem is weg. Hans Kraaij had hij nog voor willen blijven, zei hij net. Maar, en Jan Boskamp, hij zegt daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Dus heren. Veel sterkte en veel succes met jullie mooie programma. En sorry van Willem, ik heb hem niet in de hand. Maar jij wilde iets zeggen over... Dit is mijn absolute favoriet. Ja. Ik bedoel, ik begin aan hem nuchter en ik eindig dronken. Ik drink echt gewoon 5-6 glazen whisky op tijdens zijn programma. Over Harry's gesproken, je hebt een andere Harry gezien, begrijp ik, dit weekend. Nou ja, sowieso. Ik sluit altijd mijn zondag af met de herhaling van Harry Mens. Ja. Is saunaatje, dan kijk ik nog een beetje naar de rondootjes, studio voetbal. Ja. Beetje rondo, beetje match of the day. En dan op het eind is het Harry Mens. En het leuke ervan is, dat het is echt gewoon altijd hetzelfde. Net zoals bij ons eigenlijk. Ja, ja. Daar zat ik vanmiddag aan te denken. Het is altijd exact hetzelfde. Ja. Dat maakt het vertrouwd. Ja, dat vinden de mensen fijn. Dat maakt het ook lekker. Absoluut. Weet je, de Raggersfamilie, of daar zit die Martine Hafkamp er. Of die Martine Hafkamp is dan de beste... uitgeroepen tot de beste belegster van Nederland. Dat moet Harry dan ook iedere keer zeggen. Daar krijgt zij een nat poesje van als Harry dat iedere keer zegt. Dus dan heb je die man van die rijscholen. Het is altijd hetzelfde. De Wijnen, niet te vergeten, de man van de Wijnen. En Wietsesnaak. Wietsesnaak. En altijd Wietsesnaak. Goedemorgen, Wietse. Goedemorgen, Harry. En dan gaan ze beginnen. Ja, wat is de wijn van de week? Nou, dan zet hij Wietse neer. Nou, en dan eindigt het ook altijd zo. Altijd. Echt altijd. Je hebt echt de primeur, Harry, om deze primeur 2020 te drinken. En Tony Eijk zegt, dan mag je een wens doen. Lekker wijntje.
Lekker wijntje. Ja, zegt hij echt altijd. Dat is echt goed. Dat vind ik heel goed. Als dat is wel de succesformule. Hè? Herkenning en herhaling. Ja. Daar houden de mensen van. Nou, dan zijn wij wel een succesformule. Ja, daarom doen we het al 20 jaar. Hè? Ja. Maak jij even een grap over de Champions League zometeen en over Chelsea. Dus dat kan allemaal gewoon. Maar ik vind het zo gek. Die wijnkenner, dat is een aardige kerel. Maar die zit dan in Mede bij Veendam ergens. Hè? Ja. Rijdt hij dat hele stuk? Ja. Met wijn op? Nee, nee, want hij zit natuurlijk... dat programma wordt zaterdagochtend opgenomen. Zaterdagmiddag, toch? Zaterdagmiddag. Of ochtend, ja? Voor mij ochtend, ja. En dan zitten ze zo vroeg aan de wijn. Ja, dan zitten ze al zo vroeg aan de wijn. Dan zal hij wel blijven slapen. Denk het wel. Nou, en had ik dus, zeg maar... Barcelona was natuurlijk krankzinnig. De wedstrijd op zich, Manchester City. Ik eindigde natuurlijk met Harry Mens. Weet je, daar was Van Hanegem. Maar het vervelende met Harry Mens is... Kijk, hij begon grappig te doen. Weet je, grappig. Ja, hij begon grappig te doen. Dus hij ging tegen Willem zeggen over... Heb je die snor al gesproken? En hij zei tegen Willem, ik ben die kale tegengekomen in Huisterduin. Nou, daar kom ik nooit. Daar ben ik voor het laatst geweest met het Nederlands elftal. Hij begon te roepen over Bami-hapje. Kijk, het leuke van Harry Mens is die onnozele kop. Ja. Waar hij niks aan kan doen. Nee. Dat is leuk, dat onnozele hoofdje van hem met die rare vraagjes. Maar als hij grappen gaat doen, dan haak ik af. Dus ik ben afgehaakt. Echt waar? Ja, ik ben afgehaakt. Bij Harry? Bij Harry, ik kijk niet meer nu. Ja, nog één keer. Maar dan moet hij wel weer met dat onnozele hoofd op tv komen. Ja. Jullie zijn natuurlijk zwaar belast. Maar jullie worden ook goed betaald, hebben we gehoord, bij Harry Mens. Dat klopt toch? Tonnen en tonnen. Laat even luisteren. Blom zat bij Harry Mens. Kom eens even door. Nou. Ja, ik moet zo opletten. Ja. Als scheidsrechter, wat verdien je daar? Nou ja, wij verdienen ongeveer 2-3 ton per jaar. Ja. Ja, Blom misschien wel, maar dan moet ik toch wel gaan onderhandelen. Dan moet ik je meenemen, want dat heb ik niet. Dat heb ik echt niet? Nee, hoe kan Blom dat dan verdienen? Nee, maar je moet het clipje even iets langer laten lopen... en dan zie je dat ook wat ontkracht. Want, Oh, was een geintje. Was een geintje. Oh, was maar een geintje. Die Kevin Blom die wordt wel blij, toch, van zichzelf? Die is heel tevreden over zichzelf. Nee, even serieus, Bas. Heb je hem bij Fortuna ook gezien? Fortuna tegen Feyenoord. Ja, dat Feyenoord. Staken, ja. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dat was Kevin Blom's show. Nee, maar ik dacht, in die gang gaat hij bekendmaken dat de president van Amerika afgezet is. Maar hij ging staken. Maar dat was van Kevin Blom dus een geintje. Maar was het van Harry Mens ook een geintje? Die kok had er geen zin in trouwens. En die kok had hij al zoiets. Die kok was heel verlegen. Die gaf hele goede antwoorden. En die kok dacht, ik wil helemaal niet met Harry praten. Maar Harry ging toch een gesprek maar met hem. Maar die kok betaalt daar wel voor. Ramin is de kok, hè? Ja. Je was verlegen. Ik mocht niet te veel aan je vragen. Maar we gaan gewoon kletsen, hoor. Dag. Met hoeveel mensen werk je in de keuken? 5 mensen. 5. En jij bent de baas? Ja. En dan heb je nog 2 Marokkaantjes erbij, begrijp je? Ja. Nog Hollanders ook? Ja. Dat kan toch niet? Nee, ja. Dat kan toch niet? Hij zegt het alsof het 2 hondjes zijn. Ja, ja. En dan te weten, Johan, dat hij het er nog makkelijk uit had kunnen knippen natuurlijk. Ja, hij had het zaterdag opgenomen. En dat hij een buitenechtelijke... relatie gehad heeft met een Mexicaan of met een Marokkaanse vrouw. Ja, daarom ligt hij ook slecht goed bij de Marokkaanse gemeenschap, omdat hij de gemeenschap mee gehad heeft. Maar hij vindt het allemaal een beetje overdreven dat het allemaal ja, zo maar aan. Buitenechtelijke gemeenschap wordt niet op prijs gesteld. Nee, dat is waar. Door Marokkaantjes. Nee, maar hij vindt het allemaal overdreven, de storm een glas water. Nee, maar het is denigrerend. Het is misschien niet zo bedoeld. Hij op zijn manier wilde die aardig zijn tegen een meneer die een beetje verledig is, onwennig op tv. Ja. En dan vloept hij dat eruit. Dat is hij ook al 14 jaar, onwennig op tv. Ja, nee, het wordt nooit een man die... Wie heb jij liever, Sensi of die vrouw van gisteren dan? Wie, Nou, ik vind die Meri. Ik moet zeggen, ik had gisteren even genoeg tv gezien. Dus ik heb even pas later... Ik heb even... Bij Harry Mens heb ik... Ja, die vind ik, zo goed. Ja, die vind ik zo goed. Die kan niks. En toch zit hij op tv. Dat is toch heerlijk? Dat had hij zelf, hè? Ja, dat is heerlijk. Maar hij leest het voor, hij hè? Kan echt helemaal niks. Nee. Nou, hij leest een vraag voor. Hij kan wel dochters verwekken overal, hoor. Ja, maar hij leest een vraag voor en dan geeft ze iemand antwoord. Hij heeft wel een paar lopen. En dan zegt hij, nou, bedankt. Ja. En dan gaat hij door. En dan gaat hij door gewoon. Harry heeft dus bij 12 vrouwen 14 dochters. Zoiets, hè? Zoiets is het ongeveer, hè? Ja. Dat kom jij niet eens op, Johan, denk ik. Hè? Nee, daar kom ik niet op. Maar ik kan me ook in mijn omstandigheden niet voorstellen... dat een ex-vrouw dan weer op de kinderen van een nieuwe vrouw past. Ja, er was een Bulgaarse die dan 12 jaar geleden had ontmoet. Had hij weer een dochter bij, die is nu weer bij hem terug. Ja, die woont nu in IJsland. Echt waar? Ja, bij een Bulgaarse vrouw, die woont nu in IJsland. En dan is hij een meisje uit Afghanistan tegengekomen. En daar heeft hij een Servische dochter van gekregen. Je houdt het goed bij, Hans, wat dat betreft. Dan denk ik, ja, als die nou even doorgaat, begin ik zo een crematorium. Ja.
Is hij dan blij? Maar dat loopt lekker, dat crematorium. Heb je al veel klanten, hè? Hij legt het nog even uit met die twee ingangen. Zullen we even kijken hoe die twee ingangen... Grote ingang en een kleine ingang. Grote en een kleine ingang bij het crematorium. Nederland is dat niet zo gewend, maar als mensen mee willen naar de crematie, kan dat. Nou, dan is dit... Het zijn twee ovens. Eén brede. Ja. Voor, nee, dat is serieus. Ja, voor zware mensen. Ja. Maar die kleine is dan gemiddeld en die grote... Dit is de normale standaard, maar. Dat is normaal. En dit is een extra ruimte. Nee, ik lach even, maar het gebeurt natuurlijk echt. Er zijn steeds meer mensen die voorzet de kluiten gewassen zijn. Nou ja. Je doet het hier voor niks, toch? Twee maten? Nou ja, ik heb er sowieso twee, omdat je dan meer mensen kunt bedienen. Het was dus helemaal niet voor grote of voor kleine. Nee, nee, je kan de twee kisten in stoppen, ja, natuurlijk. Ja. En duwen. Ja. Ja, maar ik kan me toch nauwelijks voorstellen dat als je familieleden overlijden, dat je zelf die kist erin dat vuur gaat zitten duwen. Nee, daar hebben ze dat is niet gebruikelijk. Voor. Maar nee. Harry wil dat zeg maar soort de in gaan voeren en zo. Ja. Een beetje doorpakken. Ja, doorpakken. Ja, ja. Stop je kist erin, hup, de volgende. Ja. Ja. Beetje korting ook nog, als je bij je hulp schiet. Twee voor de prijs van één. Die man die echt waar, jongen. Iedere zondag zit ik daar anderhalf uur me naar te vergapen, jongen, naar die man. Dat is wat een krankzinnig. Belangrijk voetbal, hè? Te zijn, want wie is er vandaag 71 geworden, René? Nou? Geen idee. Jouw grote vriend? Harry Mens. Ja, Harry Mens. Ja, ja, ja. Is die vandaag, ja? Ja, 71. Oké. Okay. Heb je nog iets voor Harry dat je zegt van, dat wil ik nog even kwijt over Harry? Nee, ik heb er gisteren niks van gemerkt dat hij... Hij was niet slecht gisteren. Ouderwets op dreef. Ja, hij was ouderwets op dreef. Maar hij geeft ook zelf aan dat hij eigenlijk sowieso... alles met een bepaalde korrel zout neemt, wat wij ook doen. Ja, 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 hij, ja, ja, er zit een motief achter, hè? Hij probeert ons eigenlijk te verleiden dat wij hem uitzenden... omdat hij daarom misschien wel meer succes heeft. Wat vond je van die uitspraken vorige week allemaal? Of ze... Nee, ja, prima. Ik vind het prima. Moet hij lekker zelf doen. Ja. Heb jij het idee ook, Johan, dat Harry het daarom doet? Nee, nee, nee. Domme nee, vragen want, stellen? Nee, want Harry die kan totaal niet interviewen. Harry, nou, die, ik ben de meest constante factor van RTL, zegt hij. En ik heb meer geld verdiend dan... Ja, maar hij zegt ook dat er honderdduizenden mensen naar hem kijken. Dat is ook een misvatting. Kijk, en, hij zegt, welvarende mensen laten zich niet meten. Dus er wordt dan gezegd dat er 150.000 mensen kijken. Is niet waar, zegt hij. Er kijken 400.000 tot 500.000 mensen, maar die mensen willen niet weten. Die mag niet vind een, ik vind het een leuke man, hoor. En ja, het is natuurlijk een formuletje die als kut op Dirk slaat. Want een ijdeltuit met geld, die gaat er naartoe, die betaalt Harry 10.000 euro... en dan mag hij 5 minuten zijn waar verkopen. Ja. Waar slaat het op? Nou ja. En dan zit er een kok van een hotel, maar dat hotel moet daarvoor betalen... dat die kok daar staat. Dat is ook weer exposure. Ja. Dus, dat is hartstikke gewoon... slim, toch? Ja, het is een beetje plat. Hij pakt er zelf een ton per uitzending mee of zoiets, had hij erover. Dus. Nou, dat is je slimmer dan mij. Zo, dat bedoel ik maar inderdaad. Ja, dat doet hij hartstikke goed. En hij kan imiteren. Hij kan jou als geen ander nadoen. Goed, hè? Ja, dat is echt... ja, ja. Niks mis mee. Hey, even, jij bent een gelukkig mens. Harry Mens weer begonnen. Ja, fijn, man. Ja, goed. Heerlijk. Ja. Ja, dat is puur ontspanning, jongen. En lekker. Het lekkere ook verandert niks, hè? Nee. Het mannetje van de wijn zit er weer. En de gozer van de... Goeie wijn ook, of niet? Rijscholen. Ja? Ja, dat is echt heerlijk, man. Heerlijk, ja. Goed wijntje. Ja. En Willem was er. Lief goed weer, hè? Ja, dat liep als een trein. Ja. Busquet, die ken jij wel, geloof ik, hè? Wie? Busquet. Nee, Busquet niet. Wie is dat? Ken jij die niet? Nee. Ja, maar, dan... ga je... ja, maar luister nou. Wie is Busquet dan? Ik denk, dan? We beginnen heel goed. En jij kent niet Busquet, wat een van de beste middenvelders is van de wereld. Maar die dacht, op zijn positie... Busquet, ik dacht dat het een cookie was of zo. Daniel Maan, ik had nog nooit van die man gehoord. Jij wel? Ja, je kent al... Ja, Busquet ken ik niet en die Malen kende ik ook niet. Nou ja, tegenwoordig op televisie die politieke verslaggevers. Ja. Ja, wie was dat? Ja, hoe heet hij ook weer? Oost of West? West, hoe heet hij nou ook weer? Wester, zie je wel. Ja. Oh, Fris Wester. Ja, ja. Fris. Nee, ja, maar als die jongen wil drinken, dan drinkt hij toch? Ze noemen hem nou Fris Wester. Dat kan ons dat dan schelen. Ja. Willem, mag ik even... Wat dat Baudet-verhaal, dat zit jij ook een beetje dwars, of niet? Zit mij niks dwars. Nee? Nee. Maar weet je wat zo leuk is? Hij wilde dat grapje van die Fris Wester maken. Maar die gaat er helemaal niet doorheen, hè? Nee. 4 keer zegt hij dat, hè? Ja, maar niemand die enige... Nou, even naar het grote werk. Ik vond het zo'n mooie foto van die Reola. Dat is een boefie. Ik vind het een mooie gozer. Reola tart Ajax. Wat moet je nou denken van zo'n man? Ja, maar die man heeft toch gelijk, of niet?
Nou ja, hij verdient honderden miljoenen inmiddels. Ja, nou, is dat erg? Nee, maar dat mag voor mij, maar zo, maar dan moet zo... Ja, maar je hebt allemaal die huilenbalken. Nou, nou is die is 19 jaar geworden en die kan een vermogen verdienen. En hij kan hem dan wegbrengen en dan verdient hij ook een aardige stijven. Nou, waarom mag dat niet? Kluivert moet eerst 23 of 24 zijn. Nee, maar Kluivert heeft zijn hele opleiding bij Ajax gehad. Nou, en? Gratis. Dan worden Ajax, die wordt er toch ook beter van, nou, of niet? Nauwelijks, want hij heeft nog maar één jaar te gaan. Dus met ja, dan moeten ze toch een transferbedrag betalen. En ja, dan elke keer hoog. Als hij... Jij zit elke keer, als ik het uiterlijk zit te leggen, kom jij met het tegendeel. Nou, ik denk zelf, als iemand nog een jaar te voetballen heeft... Ja, en als ik dan kan zeggen, dan moet hij... Dan moet hij dat is als hij transfervrij is, dan hoeven ze niet veel te betalen. Okay. Maar nu moeten ze gewoon het transferbedrag betalen. En daarom willen ze hem altijd verkopen. Voordat hij de deur uitloopt van ja, maar heeft die Raiola een ander voorstel gedaan. Die heeft gezegd, geef hem 1,5 miljoen, dan blijf je nog een jaar. En dan krijgen wij de man 20%, dus dat hier... Ja, maar als Kluivert voor 1,5 miljoen daar blijft, dat kan ik me niet voorstellen. Dan zeggen ze van, nou, we geven hem een 3-jarig contract. En dan wordt alleen de afkoopsom wat hoger. En dan die Erik ten Hag, die man die kijkt zo ziel. Ja, maar nu weet je het nog niet. Kijk, ik weet het wel hoor. Ik onthoud het wel. Moet ik het nog een keer herhalen? Ja. Van die 3 jaar, 1,5 miljoen. Ik zou zeggen 1 jaar, maar jij zou 3 jaar. Ja. Maar nee, je weet het, geeft niet. Ga maar verder. Ga maar nou niet in de maling zitten nemen. Ik ga jou in de maling nemen, Harry. Kom op. Maar ik voel me toch een beetje in de maling genomen. Nee, jij hoeft niet bang te zijn dat ik hem in de maling neem. Het enige wat hij moet doen is... Als je die kans krijgt, neem ik jou wel in de maling. Je moet gewoon goed luisteren, dat is het meest belangrijke. Vindt u eigenlijk van Voetbal Insight, want daar zijn wij nu van. René van der Gijp, Johan, ze kijken naar iedere uitzending van u, hè? Nou ja, dan had je me dat van tevoren gezegd, dan had ik de antwoorden nog iets kritischer verpakt. Ga je gang. En natuurlijk een stelletje zeurkonten bij elkaar. Hé, jongens, dag. Hoe is het eigenlijk met die dochter? Ja, u heeft er een paar, maar ik bedoel de dochter die met Lukaku gaat. Nou, ik heb begrepen dat ze... Hij was afgelopen weekend hier. En Edwin Smulders heeft achter ze aangezet. Die heeft een hele mooie fotoreportage gemaakt. Heb ik begrepen, van Edwin. En dat komt dit weekend, deze week in de story. En dan staat alles erin, hoop ik. Maar is het nou waar van Lukaku? Nee, serieus. Kijk maar deze week in de story. Nee, maar ik weet wel dat de relatie waar is, maar het verhaal dat over Lukaku gaat, is dat waar? Uw dochter kan dat namelijk weten. Oh, over de lengte en zo? Ja, dat is een heel precair onderwerp. Ja, maar doet u eventjes nu aan duidelijkheid. Ja, mijn vader en dochters communiceren op dat punt heel, heel gebrekkig. Ik denk dat ze het met de eigen vriendinnen wel bespreken, maar niet met mij. Dus het kan je geen opening van zaken geven, sorry. Heeft hij nog steeds wat met die dochter van Harry Mens eigenlijk, of weet je dat niet? Wie? Harry Mens. Lukaku? Nee? Harry Mens? Wie is Harry Mens? Wie is Harry Mens? Wie is Harry Mens? Ja, dat ken ik toch wel. Iedereen in Nederland kent Harry Iedereen Mens. Iedereen kent Harry Mens. Ja, maar ik woon in België. Ja, dat is die hoogspringer, man. Ah, ah. Harry Mens, een van de grootste presentatoren van na de oorlog. Ja, ja. Hij is Harry Mens Light. Ja, ik kom niet eens in de buurt. Het leuke is, volgende week is Harry Mens mijn co-host bij BNR de hele uitzending. Dat wordt een topshow, dat kan niet anders doen. 2,5 uur, Harry als co-host. Laat het lekker, man. Bij BNR, wat zeg je? Ah, ja, dat wordt een topshow. Moet je even gaan luisteren, Jan. Dat is echt, Harry heeft echt het presenteren op de kaart gezet hier in Nederland. Je weet het echt niet, hè? Maar is hij in België niet bekend dan, Harry Mens? Ik heb hem al niet. Nee? Maar Harry stelt vragen, die stelt niemand anders. Dat is echt uniek. Nou. Dus er vertelt iemand, mijn huis staat in de fik en zegt... ik lees hier dat je hobby's hebt. Gaat dan nog over iets aan. Nee, dat is echt geweldig. Harry is de enige interviewer ter wereld die niet luistert naar de antwoorden. Ja. Oh. Ja, is goed dan. Maar ook structureel, hè? Niet één keer. Je kan alles tegen hem zeggen. Dan lijkt je toch al veel op een mok zijn. Ja. Ja. Maar je luistert ook nooit natuurlijk. Nee, dat is waar. Ah. Heb je net uit de verpakking gehaald trouwens? Die kleding zit er al een tijdje naar te kijken. Maar dat lijkt wel ik zo. Ik vind dat de overhemden steeds flitsender worden. Ja, ik ook inderdaad. Je ziet nog zo'n streepje zitten. Alleen om die overhemden zou je in die auto's willen rijden. Ja. Erik ten Hag. Ja. Zien we die nog terug op het veld? Bij Ajax? Zij zeggen van wel. Alleen het meest krankzinnig is gewoon van... of je zegt, stop er nu mee met hem. Maar gaat niet zeggen van, als het in het begin niet loopt zoals het zou moeten lopen... dan nemen we afscheid. En weer een verloren seizoen. Dat is toch geen... Ja, maar dat kan toch niet? Hij moet gewoon weg en de boer terug... Nou ja, daar werden we de laatste 2 jaar bij Ajax ook niet vrolijk van. Bij de boer.
Maar wie moet er dan, laat me zeggen, ik voel dat die man het daar niet redt. Gewoon gevoelsmatig. Maar wat moeten ze dan voor trainer hebben? Dat heb je denk ik waarschijnlijk wel een Maar wat moeten ze dan voor trainer hebben dan? Zij hadden gewoon die trainer moeten laten zitten. Okay, die jongen, die Keizer. Dat was gewoon een jongen uit die Ajax. Maar goed, dan hebben ze zich vergist. En nou komen ze jou om advies vragen. Wie moet het dan worden? Ik ga het hun toen niet advies. Gratis. Zij zijn mijn ploeg niet. Nee, maar even serieus. Zijn er überhaupt trainers waarvan jij zegt dat zouden ze moeten hebben? Nee. Ik heb het niet zo op trainers. Waarom? Nee, dat meen ik. Dat is geen geintje. Want ik ben al een hele tijd bezig om na te denken. Ze zeggen, ja, dat kost moeite. Maar ik ben aan het denken over waarom is nou al zoveel jaar gaan wij alleen maar bergafwaarts in plaats van dat wij beter worden. Heb je het over het Nederlandse voetbal? Ja. En dat komt alleen door de trainers. Nee, het komt niet alleen door de trainers, ook door het systeem. Kijk, nou zeg ik, dat komt door de trainers, daar heb ik over nagedacht. Nee. En dan zeg jij meteen... Ik denk dat het komt door dat typetje zoals Raiola, die gewoon... Nee, natuurlijk niet. Jawel, dan hebben ze een speler die het een beetje doet en dan woep, weer weg. En dan sta je weer op slopers hoog, dan moet je opnieuw beginnen. Nee. Dus jij zit net zo te kletsen als je andere mensen allemaal. Dus omdat hij die jongen wegbrengt en die jongen veel geld gaat verdienen... dat is toch zo goed recht, of ik het daarmee eens ben of niet. Maar denk je, als mijn zoon, die is 18 of 20... en hij kan 3 miljoen per jaar verdienen. Dan zou ik dan eens zeggen, moet je niet doen, joh, gek, blijf nog lekker 3 jaar daar lopen. Dan breek je in benen, dan krijg je niks. Maar daardoor krijg je nooit een hecht team. Ik bedoel, tegen dat die jongens een beetje kunnen voetballen gaan zijn. Ja, maar jij gaat ook weer zo raar zitten. Jij zit nu te praten als een trainer. Kennen we geen hecht team? Nou ja, dan zou ik toch nog trainer kunnen worden. Nou, dat is het enige dan. Ja. Maar of wij daar nou gelukkig mee moeten zijn, dat betwijfel ik. Ik moest nog even van Harry Mens zeggen. Die zat vanmiddag bij de Friday Move van BNR. Zeg maar tegen die mannen dat Louis van Gaal alles moet overnemen. Dan komt het helemaal goed. Dus Harry denkt dat het dan helemaal goed komt. Wat denken jullie? Als Harry dat zegt? Ja. Nou, ik wou Harry niet al te serieus nemen. Nee? Ja. Ik moet je wel zeggen, het is een hoogtepunt in mijn leven geweest vanmiddag. Maar het is een leuke man. 2,5 uur Harry Mens. Het is een leuke man. Lijkt me wel vermoeiend. Het was echt een feest. Heb je al 2,5 uur heb je al zijn huwelijken doorgenomen dan? Nee, die kwamen ook te sprake in dat. Had hij wel een heel klein beetje spijt van. Maar daarvan zei hij, ja, nou ja, je doet nou eenmaal die dingen. En hij heeft ook gezegd, opwarming van aarde is niet waar. Al die rapporten is allemaal niet waar. Nee. Net als Trump zegt hij, het gaat helemaal goed met de wereld komen. Tuurlijk. Straks gaan die ijskappen weer aangroeien, zegt hij. Het was 30 graden. Ja. Maar Harry vond het absoluut onzin. Maar het absolute hoogtepunt van de uitzending was dat er een dame binnenkwam... die gisteren volgens mij ook bij Umberto had gezeten. Nina heette die inderdaad. En Nina was wel gevormd en Nina had een behoorlijk crimineel verleden en in prostitutie gezeten. Maar daar voel je niks van, zei Harry. Nou, Harry... Harry was vanaf dat moment helemaal van het padje. Die zei ook meteen, ik kan geen kritische vragen stellen aan Nina. Die heeft alleen maar zo naar Nina zitten kijken. Ja. En dat liep een beetje zo, dat interview. Maar even kijken. Nee, maar als was 16 jaar en toen belandde ik in de prostitutie. Waar deed je dat? Prostitueer. Ja, maar waar? Achter het raam. Ja, in Groningen. Nee, in Groningen. Ja. Dit is echt een studentenstad. Ja. Wat is er van die vriend terechtgekomen uiteindelijk? Nou, hij zit op het moment in de bak. Ja. Ga je op bezoek af en toe? Nee hoor. Is de liefde een beetje over? Is achter. Is ex. Nee, ik ben absoluut geen slachtoffer. Ja, ik dat zie je ook niet uit. Wat ik hieruit heb geleerd is... Ik ben heel sterk geworden. Ik spreek 7 talen. De rechter maakte ooit een opmerking van... jullie brengen zoveel drugs het land binnen. Jullie maken massaal mensen kapot. Ja. 7 talen? Dan ben je gaat over die 7 talen door. Een wereldster. Ja. Ja. Kun je toch overal terecht? Nou... Kan ik bij solliciteren? Ik begrijp nu hoe jij interviewt, Harry. Dit is echt business class, dit onderwerp, ja. Nee, maar 7 talen. Ja, nee, dat is geweldig, inderdaad. Harry had het alleen om over die 7 talen. En Harry zat naar die borsten te kijken. Die wordt natuurlijk wel verliefd, hè. En die hoorde alleen maar dit onder die tafel. Nee, toen ging ze weg en toen pakte Harry de vol zo beet. Die zat ook middelijk onder de lippenstift. Hij zei, je kan het ook niet doen, zei hij toen. Dat was het mooiste van alles. Maar toen moest ik wel de hartelijke groeten doen. En het einde vertel ik. Maar Harry, het is toch ook zo onnozel. Ja, ik heb 17 jaar in de prostitutie gezeten. Wat deed je dan? Nee, maar jij trekt onnozel. Jij lachte zo hard. Toen zei hij, maar waar, zei ze. Toen zei zij, achter het raam. Nee, zei hij, ik bedoel, welke stad bedoel je? Ja, dat was echt een feest. Maar even tussendoor, trouwens, Marijke Helwegen, ook belangrijk begrepen, toch? Nee, maar weet je, we hadden natuurlijk best een...
Nou, ik had er geen kutweek, maar ik werd op een gegeven moment een beetje moe hoor, van een gelul allemaal over die homo's, weet je. Maar ook, ja. Ook, weet je, dan ook elke keer als er een minderheidsgroepering, zeg maar... als hij de verdrukking komt dan? Ja, ja. Arie Boomsma. Ja, altijd. Ach, godverdomme, wat heb ik genoeg van die man, zeg, weet je. En daar stond hij weer, hoor, bij RTL Boulevard. Ja. Oh, het is niet erg als ze het bij mij doen. Nee, maar, oh, man. En dan denk ik, oh, Arie, man. En Arie schreef laatst in de krant dat hij zijn tv op een laag pitje ging zetten. Ja. Omdat hij niet veel tijd meer had. Nou, ik zou je zeggen, Arie heeft tijd zat. Ja, die is overal. Arie heeft heel de dag zijn telefoon aanstaan of hij ergens kan gaan staan of zitten. Ja. Maar, dan, nou, dus, dat, dan word je zo... Ik werd op een gegeven moment een beetje die en die zijn meninkjes. En Tom Egbers nog even gisteravond een filmpje over een... Ja, een filmpje was al 10 keer hadden laten zien. Oh, man. En ik dacht op een gegeven moment... dat was heel klef. Dat was heel klef. Wat voor filmpje was dat dan? Nee, over een homo uit Amerika. Dat was uit de kast gekomen. Nou. Oh, die voetballer, die Rodgers. Ja, die Rodgers. Ja. Die had bij Heerenveen gespeeld. Ja, klopt. Heerenveen. Ja. En, ja. Dus, nou, en dan ben ik altijd blij, weet je wel, dat ik dan met een whiskytje op, zeg ik heel eerlijk, als ik uit de sauna kom. En dan, meestal als je dan 3 whiskytjes opneemt, zie je alles dubbel. Mm. Dat je dan toch nog een moment hebt van de avond. Ja? Harry Mens. Toch wel. Harry Mens. Ja. Dat je denkt, hè, ja. Dat gaat nergens over. Maar het is zo heerlijk, weet je, dan krijg je dit zo. Het eind van het programma. 1,5 uur bezig. Oké, okay, Marijke, jij wilde nog wat zeggen? Ja, ik wilde zeggen, dat was ik vergeten. Ik heb tegenwoordig ook warme voeten. Lekker toch? Dat je dat gewoon nog even op het eind meldt. Dat je tegenwoordig warme voeten hebt. Dat is toch heerlijk, man? Ja. Daar kan ik zo van genieten, jongen. Ja. Dat gaat ergens over. Nee, ja. Dat is leuk. Problemen in Parijs? Nee, ik heb warme voeten. Ik heb warme voeten. Harry, ik meld ik heb een stijve lul. Hoor. Je dat weet. Nee, dat weet. Nee, dat is krankzinnig. Ja. Krankzinnig, maar wel leuk. Ja. Stop televisie. Ja. Ja. Hoe oud zou die zijn, die Marijke Helwegen? Die is 107, man. Ze heeft dat neusje van Michael Jackson. Ja. Ja. Ja, die heeft ze geleend, ja. Ja. Waarom zat ze er eigenlijk dan? Weet je dat? Ja, er was iets met een soort systeem en daar kreeg ze warme voeten van, zei ze. Geen idee, ze. Teltje water, denk ik. Ik hoor van de redactie, zat vocht in huis. Zat vocht in huis, ja. Ja. Ging in de neus zitten ook, zei ze. Ja. Maar waarom is dat mensen altijd op tv? Wat doet hij dan? Ik weet het niet. Ja. Omdat ze verbouwd is. Dat weet niemand wat ze doet. Het uithangbord van de plastische chirurgie is ze. Ze is heel aardig trouwens, hoor. Ja, heel aardig. Nee, dat klopt. Ze is een hele vriendelijke vrouw. Prima, ja. Enorm fan van het programma ook. Alleen ja, zij kijkt altijd. Ze kijkt altijd, inderdaad. Ja. Ze mist niks. Ja. Dus ze zit nu ook te genieten van jullie grap allemaal. Dat vindt ze fijn. Hé, hey, en... Nou ja, joh. Dan maken we geen grapjes over. Maar we hebben... Het was leuk, man. Ze is net zo oud als Johan. Maar die was tot het einde toe verveld. En opeens zei hij, ja, maar ik ben eigenlijk een hele leuke man. En dat is hij ook. Het is echt een leuke man. Het is de hele vermakelijke man. En hij zegt, ik ga na afloop van de uitzending, sta ik altijd op de bar. En dan ga ik altijd hazen zingen. Ja. Zei, dat meen je niet. Hij zegt, ja, dat ga ik altijd doen. Nou, dat wilde hij nu ook. Dus de muziek werd ingestart. En kijk mee, daar gaat Harry. Oh, dit is hem wel. Harry-tekst. Dat is voer voor psychologen. Ja. Die vindt de allerleukste vindt die interviewen en zingen. En dat zijn nou net de twee dingen die hij niet kan. Dat is toch heel verdroevend. Wat doet hij het beste dan van de twee? Vragen de mensen uit het land zich af. Nou, dat zingen dat was ook wel echt heel slecht. Ja. Nee, maar ik had ook wel... Weet je, ik vind het zo goed. Dan zit ik daar het weekend naar te kijken. Nou, dan zit hij weer met een man. En die man heeft dan weer 3 wijnen neergezet, weet je wel. 3 flessen met 3 glazen. En dan gaat hij in die mannen zetten. Hallo Henk, jij bent al jaren, zit je al 17 jaar in de wijn. Wat is dit? Wat is dat nou? Weet je dat? Ja. Wat is dit?
Nee, ik vroeg aan hem, hij bereidt zich echt voor. Dagen van tevoren laat hij iemand bellen met die mensen. Die krijgt hij 4 A4'tjes. Dan gaat hij allemaal zitten strepen en krassen enzovoort. En dan hij zegt, ik moet soms mijn bladzij omslaan. En dan mis ik wel eens een antwoord. Maar het, is echt, het was echt een geweldige man. Het was echt een hoogtepunt. Ja, het was echt fantastisch. Goed. Hij heeft Harry Menschow, ik krijg nu opeens een vraagje. Heeft Harry Menschow ook al een keer gevraagd om aan te schuiven eigenlijk? Of? Nee, maar ik had wel in de gaten dat de wereld draait door. Hij heeft het ook ontdekt, hè? Harry Mens. Ja, is dat zo? Bij de tv draait door. Ja. Ja, ik moet goed gaan kijken om er nog grapjes uit te halen. Ze pikken alles nu? Ze pikken alles. Zou niet makkelijk worden meer. Maar als hij zou bellen, wat zou je dan zeggen? Ja, dan Harry. Tuurlijk ga ik bij Maniopaard zitten. Dan betaal je ervoor ook, of niet? Ik hem? Ja, dat hoort toch als je daar zit. Dat wil ik best wel. Dan moet je toch betalen, nee, of niet? Dat wil ik best wel. Toch, Johan? Je moet dat toch betalen als je er wil zitten? Nee, maar als je als zakenman daar even je verhaal wil vertellen, dan moet je 10.000 euro voor betalen. Ja. En zo, nee, zo financiert hij zijn programma's. Ik kan toch ons programma proberen op de kaart te zetten? Ja. Ja, gewoon even wat kijkers bereiken. Ja, natuurlijk. Zou geen kwaad kunnen. Ja, kijkers afpikken. Ja. Willem, goedemorgen. Goedemorgen, Harry. Fijn dat je er bent. Je bent helemaal weer genezen verklaard. Ja. Een opluchting. Nou, ja, is toch logisch, of niet? Ja, natuurlijk. Willem, we gaan ons tijd besteden nu aan het boek. Willem van Hanegem, Buitenkant Links. Kom er even bij. Frans van der Nieuwhof. Frans, goedemorgen. Morgen. Een snelle doorloop, Frans. Jij hebt dit boek geschreven. Ja. Het wordt een bestseller, begrijp ik. Ik heb geen idee. Het zou mooi zijn. Hoeveel zijn de eerste druk, hoeveel is dat? 15.000. Dat is ook weinig. Er is al een tweede druk gemaakt ook. Tweede druk gemaakt. Ja, nu niet zo denigrerend. Willem. 15.000, dit. Voor in een week. Ja, ik vind dat echt veel te veel eigenlijk. Ja, maar die Gordon bijvoorbeeld, die... Ja, maar dat is een hele andere boek. Want je hebt kritiek over Scheringa, dat meende je ook. Ja, ja, maar nou, anders zeg ik het niet. Nee, dat heeft geen zin. Van Basten vond je ook niks? Van Basten? Nou, had je er ook een beetje kritiek over? Nou ja, dat kan toch, of niet? Je hebt het ook in dat boek over die snor, Derksen. Die kwam er redelijk vanaf, begrijp ik. Ja, ja. Maar die collega van hem... Mijn zoons die zijn allemaal gek van Derksen. Ja? Die zien alles terug, of ze in het buitenland zitten of niet. Die kijken altijd naar... daarom dat ze hem grappig vinden. Maar zijn collega, daar voel je niks? Nee, daar heb ik niks mee, nee. Ja, genee. Ja, genee. Niks mee, nee. Wat vond je er nou van? Nou, een beetje een vervelende jongen, vind ik het. Nou, heb ik begrepen dat je hebt een uitnodiging gekregen om op het programma te komen volgende week vrijdag. Ja. We hebben het er even over gehad. Nou, ik kan er natuurlijk geen bezwaar tegen hebben, hoewel ik wel een bedenking heb hoe het afloopt. Maar... Als jij zegt of vindt dat ik niet moet gaan, dan luister ik naar jou. Nou, maar kan ik tegenover die snor niet maken. Want dan ben je de eerste in mijn leven, maar dan luister ik wel naar je. Ja, maar ik wil dat niet op mijn geweten hebben, want we krijgen al genoeg aandacht van die lui. Ja. En laten we zeggen, het enigste... jij bent geen materialist. Nee. En het zijn hun wel. Dus dat zou de enige reden zijn om niet te gaan. Jij gaat er gewoon naartoe. Ja. Ik ga er niet naartoe. Omdat ik denk, ik moet het boek verkopen. Want dat weet Frans ook. Mij interesseert het niet. Al wordt er 1 verkocht, vind ik het best. En worden er 1.000 verkocht, is het hartstikke leuk voor Frans. Ja, dat is een mooi verhaal, maar dat is een marketingtrucje natuurlijk. Dat is geen marketingtrucje. Wat zit je eerst ervoor te vertellen? Dat ik geen materialist ben en nu ga je lopen zaniken dat ik die boeken wil verkopen. Zou je mij een plezier willen doen? Dat boek tekenen met een handtekening erin. En dan ga ik je zo vertellen wat ik voor ideeën over heb. Het eerst tekenen, anders doe je het daarna niet meer. Want ik ga het... Nee, doe maar. Dan stop ik ermee. Nee, want ik geef het weg aan dat gala van Spieren voor Spieren van die Louis van Gaal. Misschien dat hij dat dan zelf wel kopen zal. Dat zou ik op prijs stellen. En dat is er een goede prijs voor. Want meestal dan heeft hij... Hij wil niks kwijt. Nee, heeft hij muizenklem in zijn zak zitten. Nou, Louis, je bent nu uitgedaagd door Willem. Beneden de 10 rugjes is het niet te kopen. Nee. 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 Kijk, ga maar sparen, Louis. Ja. Ja. Oké, okay, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken allemaal, jongens. Wij krijgen heerlijk eten. En... Dat is geweldig. Gezondheid, Willem. Alsjeblieft.